iedereen, ik ben Mathilde Klerk en ik ga jullie vandaag uitleggen hoe je snel op en af van je fiets springt. In de cyclocross zijn er heel veel situaties waarbij je snel op en af je fiets moet. Er is bijvoorbeeld een hindernis waar je niet over kunt springen of je moet op trappen lopen. Om te starten met oefenen begin je best op een zachte ondergrond zoals een grasveld en met een voorwerp waar je geen pijn aan kunt doen. Belangrijk is de snelheid waarmee je afkomt. Begin met een trage snelheid en bouw steeds meer op. Stap 1 is je been over je fiets waaien terwijl je nog met je andere been ingeklinkt blijft. Je hoeft niet bang te zijn om te vallen, want zoals je ziet heb je nog steeds 3 contactpunten. Contactpunt 1, je linkerbeen. Contactpunt 2, je twee handen. En contactpunt 3, je heup die tegen je zadel aanleunt. Oefen dit verschillende keren tot je totaal geen schrik meer hebt. Ik krijg soms de vraag, hoeveel keer heb je hiervoor geprobeerd? Wel, ik weet het niet meer. Misschien 100 keer, misschien 1000 keer, misschien 10.000 keer. Ik doe dit gewoon omdat ik het leuk vind. De eerste keer dat je uit je klikkers moet springen, vind je dit waarschijnlijk akelig. Maar met deze techniek kan je niet vallen. Ik rij met Shimano klikpedalen. Er bestaan nog andere systemen. Maar ik rij hiermee omdat ik daar altijd al heb mee gereden en ze gewoon leuk vind. Er is ook nog een andere techniek waarbij je je voet tussen je been en je kader steekt. Die is iets moeilijker, maar je wint er wel een stap mee. Welke je gebruikt is je persoonlijke voorkeur. De ene keer gebruik ik het ene, de andere keer het andere. Het is zoals het aanvoelt en hangt van de ondergrond en de hindernis af. Ik vat nog even samen. Maak dat je goed contact hebt met je fiets, zwaai je been over je zadel, hou je bovenbuis vast en klik uit. Wat nu als je linkshandig bent? Gewoon hetzelfde principe, maar dan langs de andere kant. Ik doe het even voor. Nu we vlot met de fiets kunnen lopen, moeten we misschien over een hindernis of op een trap. Je kunt dit doen door je fiets te dragen of geschouderd. Dit leg ik wel uit in een van mijn volgende filmpjes. Maar nu ga ik jullie leren hoe je over een balk loopt met je fiets in de hand. Sommigen van jullie zijn nog klein en hebben moeite om de fiets hoog te krijgen. Ik ben zelf ook maar 1,49 meter en daarom til ik hem zo hoog mogelijk tot onder mijn oksel. En zo raak ik ermee over de balk. Hou ook de fiets een eindje van je vandaan, anders kun je je nogal kwetsen aan je pedalen of je stuur. Nu we vlot over de hindernis kunnen, moeten we nog terug op onze fiets geraken. Dit ga ik jullie nu uitleggen. Ik zet mijn handen aan het stuur, loop een paar stappen en spring op mijn fiets zodra deze genoeg snelheid heeft. Spring niet overdreven hoog, maar glij als het ware over je zadel. Heb ik het jullie uitgelegd en niet vergeten, probeer het 100 keer, 1000 keer of 10.000 keer. Wil je dat ik nog iets meer uitleg over cyclocross? Laat het gerust weten in de comments en niet vergeten, like en subscribe!